vader. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. En we laten op, we zitten ja. Midden in de ochtendshow en het is een Emiel 2.0 eigenlijk wel. Ja, nou, 3.0 zou je bijna zeggen. Nee, gewoon lekker, jongen uit de vrije tijd. Gewoon even lekker zo bijlopen, het heerlijk toch? Ja, maar beschrijf even hoe je eruit ziet voor jullie. Hoe erbij zit, is voor de radio dan? Ja, dat is typisch voor de radio. Wat is voor de radio? Nou ja, ik heb een Colbert aan van Senja. Ja? Ik heb een hemd aan van Canali. Dat kun je wel voelen als je het even voelt. Oh nee, het is niet van Helder, het is van Hermes. Ja? Ik heb een IWC-horloge om. Ik heb een gewone spijkerbroek van de H&M. En ik heb Nikes. Die heb ik speciaal laten maken. Want dat kon bij mijn buurman in Arnhem, die kan je dat zo speciaal bestellen. Hoppatee. En een nieuwe bril, een soort nieuwe kapsel? Een nieuwe bril, ja. Dus ook een nieuwe bril en ook een nieuwe kapsel. Ja, ik heb haar laten implanteren, dus ik zie het net uit als Gerard Joling. Maar ja. Ik moet nu die vervelende vraag stellen, Emiel Achterbad. Midlife-crisis? Nee, ben ik er lang overheen, ik ben 65. Dus een midlife-crisis is bijvoorbeeld de buurman, die is 42, 43. Maar als je 65 bent, ben je er al helemaal overheen gegroeid, jongen. Ja. Hey, nu moeten we het toch ook over de serieuze zaken in Nederland hebben, want jij bent een man met een beter select. Nou, dat is wel weer te veel complimenten natuurlijk. Dat ik overal een mening op heb. Dat ik overal een mening over heb, dat zie je dat mijn zoon zelfs met de mond wil snoeren. Ja. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Ja, Emiel, we hebben een nieuw staatshoofd. Hè. Beatrix afgetreden, Willem-Alexander aan de markt. Ja. Is dat een goede peer? Nou, ik vind Willem-Alexander wel een hele aardige vent. Ik heb begrepen dat hij een hele goede vriend is van René Vroger. Ja. Dus dan houdt hij ook van de muziek, hij houdt ook van Heineken. Hij houdt ook van sporten, hij houdt ook veel van voetballen. Dus wat dat betreft is het de gemiddelde Nederlander, dus gewoon topkerel. Nu maakt Willem-Alexander samen met Maxima natuurlijk andere keuzes dan koningin Beatrix. Ja. Willem-Alexander zegt, hè, om de internationale betrekkingen weer wat beter te maken. Ja. Mohamed Atta is weer welkom in Nederland. Wie is dat? Mohamed Atta uit Amerika. Dat is natuurlijk een omstreden persoon. Ik ken die naam niet. Vind jij dat Mohamed Atta... Maar precies, wie is Mohamed Atta? Mohamed Atta. Atta, ik ken die, nooit van hoort. Maar is zo'n man welkom in Nederland? Nee, maar ik weet niet wie dat is, dus je moet eerst even uitleggen wie het is. Of weet jij het ook niet wie het is? Dat weet je ook. Oh, jij weet het ook niet. Dan is die welkom in ieder geval. En wat verwacht je van het regent gehaktballen 2? Nou, we zijn de paraplu vergeten, dus dat is wel heel vervelend. Ja. Want wij verwachten natuurlijk wel dat we gehaktballen krijgen met satésaus en met mosterd en met chasselijksaus. Zodat we in ieder geval de hele Nederlandse bevolking in ieder geval op hun plezier kunnen doen. Ja, maar inderdaad, want het gaat juist over gezonde voeding. Oh, daar gaat het over. Natuurlijk. Ja, nou, gehaktballen associeer ik zeer zeker niet met gezonde voeding. Dat kan je niet wel zeggen. De dubbele boodschap van deze film is en natuurlijk ingesproken door toegekend Nederland. Ja, maar ik ben natuurlijk niet zo intellectueel dat ik dat ga begrijpen. Dat snap ik. Ik ga er gewoon toe omdat het een kinderfilm is, dat ik uitgenodigd ben door mijn grote vriend Edwin Smulders. En die staat naast je trouwens. En dus daar ga ik gewoon. En ik ga natuurlijk voor mijn zoon er gewoon even uit. Tjaka! Je wordt hier ingesproken door een leger aan bekende ja, mensen. Ik ken er niet één. Ja, alleen Johnny Kraaikamp, dus ik denk, hé, wat geef je, is die opgeschreven uit zijn gras? Ja. Uit zijn graf? Ja. Maar dat is gewoon wel een zoon of zijn kleinzoon zijn. Ja. Het lijkt me of jij informatie van tevoren hebt gekregen. Nee, want ik heb het gelezen net. Ik dacht, hé, wat denk je, Johnny Kraaikamp, leuk. Ik was natuurlijk een fan van opa. Ja. Tim Knol ken je niet? Nee, ik ken niemand. Zwarte Braat ken je niet? Nee, ik ken niemand. De Dalai Lama ken je niet? Nee, die ken ik wel. Nee. Zo, eraf. Veel plezier, hè? We gaan weg. Zeg maar dag in de camera. Dag. Emiel, heb je nog een eentje? Van wie ben jij? Zeker. Ik moet het bekend maken. Stop.